Zo, ik denk dat wij nu live in de ether zijn. Het is donderdag 10 september 2020, 6 uur. En het is het juiste moment, denk ik, om een heel bijzonder boek voor te stellen. Het gaat vanavond in het gesprek over Die Verdriet van België. Het is het meesterwerk van Hugo Claus, de beroemde Vlaamse schrijver. Een boek dat hij in 1983 heeft gepubliceerd. En in 2020 is het boek in het Afrikaans vertaald. Daniel Hugo, de meestervertaler uit het Nederlands in het Afrikaans, heeft een echt huzarenstuk geleverd. Het is een titanenwerk om een boek van nagenoeg 700 bladzijden in de Nederlandstalige editie in het Afrikaans te vertalen. We zijn heel erg tevreden dat wij vanwege de omstandigheden nu op een digitaal platform een boekpresentatie kunnen organiseren in aanwezigheid van de vertaler, maar ook van de bekende Vlaamse schrijfster Saskia de Koster. Daniel en Saskia zullen samen met mijn co-host, namelijk Alwijn Roux, een gesprek voeren over Het Verdriet van België en natuurlijk de Afrikaanse vertaling. Bij wijze van introductie wil ik een aantal partners noemen, namelijk er zijn instanties in Zuid-Afrika en ook in Vlaanderen die deze uitzending live brengen op hun Facebookpagina. Met name de uitgeverij Protea Boekhuis, SASNEF, Literatuur Vlaanderen en het Gentse Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika van de Universiteit Gent. En deze presentatie is er op instigatie van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse regering in Zuidelijk Afrika, met name Geraldine Rijmenans. Wij hebben ook twee gasten die, voor we de sprekers aan het woord laten, een kort welkomstwoord willen uitspreken. Dat zijn Nicole Stassen van Protea Boekhuis en Patrick Peters van Literatuur Vlaanderen. Baie welkom, ek is hier van Protea Boekhuis, die uitgevers van die boek. Daar sal wel later meer volledige bedankings gedoen word. Maar ek sou toch enkele persone wil uitsonder, sonder wie hierdie boek nie sou kon verskyn nie. Ten eerste natuurlijk die personeel van Protea Boekhuis, maar in die besonder vir Shanay Klein, die redakteur daarvan, wat ek dink ook een reuse werk gedoen het om die boek te laat verskyn. Dan tweedens die befondsers van die boek Literatuur Vlaanderen. Dit is lekker om vir Patrick weer vanavond hier te sien. Ek sien hom gewoonlik een keer een jaar by Frankfurt. Maar sonder die befondsing van die Literatuur Vlaanderen sou hierdie boek natuurlijk nie verskyn het nie. En dan derdens vir Erika Barnard van SASNEF en Dr. Geraldine Rijmenans van die Vlaamse Verteenwoordiging in Suid-Afrika, wat hierdie besondere initiatief geneem het, wat ek amper wil bestempel as 'n historiese geleentheid, wat vanavond hier so plaasvind, so eerste interkontinentale boekpresentasie. Dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie, so dit is voorreg om vanavond hierby betrokke te wees. Twee sinne oor Protea, ons is 'n toonaangewende uitgewer van Vlaamse en Nederlandse skrywers in Suid-Afrika, in Afrikaans. Ons het ongeveer 170 werke uit Nederlands en Vlaamse skrywers in Suid-Afrika al gepubliseer, en dit is 'n voortdurende proses. Natuurlik sou hierdie boek nie verskyn het sonder die inset van die vertaler, wat maande van sy lewe op sy moes skuif om die boek te kon vertaal. Natuurlik, Daniel, baie dankie vir jou onontbeerlike aandeel in die publikasie van die boek. Hartelijk dank, Nicole, en gefeliciteerd in elk geval met deze uitgave. Ik mag dan vervolgens het woord verlenen aan Patrick Peters, die voor Literatuur Vlaanderen verantwoordelijk is voor de promotie van poëzie en non-fictie in het buitenland. Ja, iedereen van harte welkom vanavond voor deze fijne presentatie.
Natuurlijk zijn wij als Literatuur Vlaanderen erg blij dat we de vertaling van Het Verdriet van België van Hugo Claus hebben mogen steunen. Mensen kijken altijd naar vertalingen als exportgegevens. Maar ik denk dat we Daniel en Nicole ook dankbaar kunnen zijn omdat vertalingen ook iets voor de literatuur betekenen in het land waarin ze terechtkomen. Als ik nu kijk naar de vertalingen die wij van de Zuid-Afrikaanse literatuur hebben, zoals die kleppers Nadine Cordimer, Coetzee, Breitenbach, Ingrid Jonker, dan denk ik dat die een bijzonder grote rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur. En ik hoop dat Het Verdriet van België, van Hugo Claus, in Zuid-Afrika eenzelfde rol zou kunnen spelen. Het is een bildungsroman over hoe om te gaan met een onverwerkt verleden. En ik denk dat de Zuid-Afrikaanse lezer daar en auteur nog veel van kan opsteken. Dankjewel, Patrick. Het is een groot genoegen dat wij, Alwijn Roux en ik, een gesprek kunnen voeren met de vertaler, met Daniel Hugo en met de schrijfster Saskia de Koster. Heel kort wil ik mijn co-presentator eventjes aan u voorstellen. Alwijn Roux is een docent literatuurwetenschap en creatieve schrijfkunst aan UNISA, Universiteit van Zuid-Afrika. Hij is verbonden aan het departement literatuurwetenschap. Hij is gepromoveerd op een studie over Breitenbach en Lutjebert. En sinds 2019 is hij de uitvoerder van een Vision Keepers programma bij UNISA. Wij werken in die context intensief met elkaar samen. En ik denk dat we ondertussen, behalve collega's, ook vrienden zijn geworden. Het onderzoek gaat vooral over de betrokkenheid van Breitenbach bij het Goré-instituut in Dakar voor de kust van Senegal. Dat is het onderzoeksproject dat collega Alwijn Roux uitvoert. Ik wil ook nog heel even kort de voorgeschiedenis van dit gesprek schetsen. In pre-coronatijden hadden wij het plan opgevat, Alwijn en ik, om in Zuid-Afrika twee seminaries te organiseren. Eén bij UNISA en een ander bij NWU, Potchefstroom, om daar met Zuid-Afrikaanse academici die onderzoek hebben gedaan naar Claus, de vertaling van Het Verdriet van België te bespreken in workshops, seminaries, namiddagbijeenkomsten. Jammer genoeg hebben wij dit moeten annuleren, zoals ook het plan om dan eind mei dit jaar in de Academie in Gent een nocturne, een symposium te organiseren met de vakgroep vertaalwetenschap van de Universiteit Gent. We hadden een prachtig programma samengesteld, maar het is alleen maar uitgesteld. Hè. We hebben het niet afgesteld. Het is niet de bedoeling dat we dat uiteindelijk niet meer zullen doen. We hopen met z'n allen om in een post-corona-tijdperk alsnog, zowel in Zuid-Afrika als in Gent, die Verdriet van België te kunnen presenteren. En dan mag ik het woord verlenen aan Alwijn Roux, die de eerste spreker van vanavond voorstelt. Baie dankie voor die verwelkoming, Yves. Ik wil ook graag voor professor Dr. Yves Thune aan allemaal voorstel. Hij is aangesteld als hoogleraar in Nederlandse literatuur en is verbonden aan die vakgroep letterkunde bij de Universiteit van Gent. Daarna is hij ook aangesteld als een buitengewone hoogleraar bij het departement van Afrikaans en Nederlands bij de Universiteit van Stellenbosch en deeltijds werkzaam aan de Karls Universiteit in Praag. Hij is voorzitter van de Gentse Centrum voor Afrikaans en Historie van Zuid-Afrika bij IGent. Het is een groot voorrecht om samen met u te gaan werken. Dan is het ook voor ons een baie groot voorrecht om vanavond die romancier Saskia de Koster aan u voor te stellen. Sy het in 2002 haar debuutroman gepubliceer, Vrye Val, en sedertdien het 8 van haar boeken verskyn. Die jongste uitgawe, Wy en Ek, in 2013,
wat alleen wij worden in 2015 en Nachtouders in 2019. Wel ook bijzondere gunstige kritiek. Dit is van mij. Ik krijg dan ook een nominatie voor een AKU Literatuurprijs in de Gouden Uil. Saskia's werk is nog niet een Afrikaans vertaling, maar ik denk daar is wel plannen gemaakt voor voor Nachtouders, wat binnenkort ook moeilijk in Afrikaans gaan verschijnen. Ons zien van harte daarna uit. Ja, en ik mag dan in zoverre dit nog noodzakelijk zou zijn, Daniel Hugo voorstellen. Daniel Hugo is een monument. Hij is een naam als een klok, zowel in Zuid-Afrika als in de Lage Landen. Hij is zo bekend omdat hij niet alleen een 50-tal titels uit het Nederlands heeft vertaald in het Afrikaans. Hij heeft in Zuid-Afrika ook 2 prestigieuze prijzen voor vertaling ontvangen, namelijk voor Tom Danwas' Sprakeloos en Stefan Hertmans' Oorlog en Terpentijn. En ik wil Daniel daar nogmaals mee feliciteren. Dit is een heel bijzondere onderscheiding voor een vertaler, in dit geval uit het Nederlands naar het Afrikaans. En ik mag bij wijze van introductie ook een primeur geven. Hij heeft nu recent Charlotte van den Broek, Nachum Wijnberg en Eddy van Vliet vertaald. En die uitgaven worden in 2021 gepresenteerd in Zuid-Afrika. En Protea Boekhuis zal 2 van die vertalingen op de markt brengen, namelijk Eddy van Vliet en Charlotte van den Broek. Heel fijn, Daniel, dat je ook vanuit Prins Albert deel kan uitmaken van het gesprek. Ik stel voor dat we hier het gesprek ook aanvatten. En we hebben een aantal vragen voorbereid. Ja, ik denk eerst moet ons aan Saskia de Koster een vraag stellen. Saskia, jij is een kunstenaar, jij is een dramaturg, maar bovenal is jij romancier. Is daar sprake van een invloed wat Hugo Claus' werk als romancier, dichter en dramaturg op schrijvers vandaag in België het en op jouw werk in die bijzonder? Hugo Claus is voor mij altijd heel belangrijk geweest als een soort mentor, zonder dat hij het zelf wist natuurlijk. Want ik had te veel ontzag voor hem om echt met hem te durven praten. Ik herinner mij dat hij ooit eens op de universiteit, aan de KU Leuven studeerde ik toen, dat hij daar op bezoek kwam om het... Nee, het is niet mogelijk dat het verdriet van België was, moet ergens rond 2000 geweest zijn. Maar hij kwam signeren en ik was helemaal starstruck. Dus ik heb nooit met hem gesproken. Hij heeft toen... Ik was student en ik wou heel stoer zijn. Ik had een pakje sigaretten en dat heeft hij gesigneerd. En dat heb ik nog altijd als een soort reliquie. Dus zo belangrijk was hij voor mij. En dat had zeker te maken met verschillende dingen. Maar vooral ook zijn internationale uitstraling vond ik heel belangrijk. Dat was een schrijver die zich niet alleen bij het kleine, het Vlaamse hield, maar die... Hij wou de wereld veroveren. En dat zie je ook doorheen heel zijn carrière. En hij keek ook over de grenzen van de literatuur heen. Dus hij ging naar andere genres kijken op een heel vanzelfsprekende manier. Hij schilderde. En ik hoorde net, Alwijn, dat jij gewerkt hebt rond Lucebert. Dus de 50ers. Die ook, Lucebert, die fantastische dichter, vind ik. Die zelf ook schilderde. En Claus zat helemaal ook in die stroming. Nu moet ik toegeven, ik als, maar in alle bescheidenheid, als heel ambitieus jong schrijvertje en tekenaartje, vond dat dus prachtig, dat die 2 werelden samen konden bestaan. Dus schilderkunst, Claus was ook met film bezig. Sommige films al beter dan andere, hè. De Leeuw van Vlaanderen is zo'n notoir niet helemaal geslaagd project van hem. Maar hij was dus heel erg open van geest eigenlijk, op die manier. En dat heeft mijzelf ook gevormd en gesteund, dat zoiets kon. En ja, om echt zo rechtstreeks zijn invloed in
België of laat ons zeggen Vlaanderen te gaan vastpinnen is moeilijk, maar ik denk dat hij veel zaken opengegooid heeft en dat hij wel voor was op zijn tijd, omdat hij toch wel lichtelijk geniaal was. Dus hij was altijd degene die grote stromingen geïntroduceerd heeft in het toch kleine Vlaanderen. En omdat hij het gewoon durfde, omdat hij het talent had. Dus ja, dat is redelijk... hij is, denk ik, van onschatbare waarde geweest dus voor mezelf en voor de Vlaamse literatuur. Ja, ik kan daar misschien een grappige anekdote aan toevoegen, Saskia, om... Dat wat je nu vertelt is herkenbaar voor mij. Toen Hugo Claus te gast was hier in de faculteit, dat was een organisatie van de studenten Germaanse toen nog, was ik ook zo onder de indruk van de verschijning van die man dat ik nauwelijks of niet iets durfde te zeggen. Maar na afloop, dat was een gesprek tussen Sus van Elzen, die toen de hoofdredacteur was van KNAK, en Hugo Claus. Na afloop ging ik dan de sigarettenpeukjes oprapen die Klaus achterliet en die heb ik jarenlang als een reliquie in de laden van mijn bureau gehouden. Dus wat je vertelt doet bij mij een bepaald belletje rinkelen. Ik heb iets soortgelijks ervaren. Wel, maar dan moeten wij toch op een bepaald moment die sigarettenpeuken en dat doosje samenbrengen. Als ja. Een eerbetoon aan de grote meester die mij toen wel gezegd heeft als enige... dat is wel ongezond, hè. Met zo'n typisch licht ironische glimlach, zei ja. Hij tegen mij. Dus. Ja. Nee, ik denk het mooiste eerbetoon dat je een schrijver kunt brengen, is een vertaling van zijn of haar werk. En dit leidt mij naar Daniel Hugo. Daniel, kan jij vertellen wat jou bij Het verdriet van België heeft gebracht? Ja, ik kan jou... Goed, graag te vertellen, Nikkels Stassen. Ik heb de opdracht gekregen van Om, om die boek te vertellen voor Tia Boekhuis. Het was natuurlijk al eindelijk, vandat ik die roman gelezen heb in 1983, ik was toen een student aan de Katholieke Universiteit van Leuven in België. In 1983 heb die roman verschenen en ik heb het toen reeds gelezen. Ik was toen nog niet een vertaler, nie, maar toen ik later jaren begon te vertalen, heb ik altijd gedacht, dit is die boek, dit is die groot uitdaging voor een vertaler. Hugo Claus, Het verdriet van België. En hoeveel jaar later heeft Nikkel Stassen het moeilijk gemaakt dat ik die boek kon vertalen. Niet net natuurlijk Nikkel Stassen niet, maar ook die Vlaamse Fonds, wat die vertaling en die productie daarvan subsidieert. Hoe lang heb jij uiteindelijk gewerkt aan die vertaling, Daniel? Ja, ik heb... stadiger begin als wat ik moest. Eindelijk het die boek een jaar later verschijnen als wat ik moest, maar ik, al te samen zou ik zeggen, het zo'n 9 maanden voltijds vertel, ja. Ja, dus je was inderdaad zwanger van Het verdriet van België. Zwanger, ja. Het was een zwangerschapstijd, ja. Ja. En het is een grote uitdaging om zo'n meesterwerk te vertalen. Niet alleen wat de omvang betreft, maar ook de complexiteit van het werk. En we kunnen het daar straks wel even over hebben. Wat was voor jou als vertaler het meest uitdagende aan het vertalen van Klaus? Het was natuurlijk die taalgebruik. Omdat het een boek is met zo'n rijke verscheidenheid aan taalgebruik, zoveel registers, zoveel talen letterlijk. Ik heb op het stadium probeer tel, die boek is geschreven in, zal ik zeggen, Vlaams, standaard Nederlands. Daar is Duits, daar is Frans, daar is Engels, maar daar is ook geradbraakte Duits. Daar is zelfs Afrikaans in die boek. Heel aan het einde van die roman is daar verwijzing naar die uitdrukking wat in Zuid-Afrika gebruikt wordt. Klaus sê dit is hoe die boeren elkaar groeten op die uitgestrekte velden van Zuid-Afrika. Punt in die wind. Dit hoef ik gelukkig toen niet te vertalen, want het is reeds Afrikaans. Nee, inderdaad. Dat zijn de paar woorden die je niet hoefde te vertalen. Kan je heel kort nog de anekdote vertellen, Daniel? Jij hebt, toen je in Leuven was, denk ik, als student, het lef gehad om Klaus een briefje te sturen. Een briefje dat Mark Schavers pas recent heeft opgediept. Ja, dit was toen, nadat ik die roman gelezen heb, en daar het een recensie verscheen in de Standaard,
geschreven door Freddy Schutter, de Schutter, is dit zijn naam, en baie negatief, uiterst negatief. Hij zei die boeken kon met 2/3 verkort wezen. Die boeken zijn helemaal te lang, die 770 bladzijden. En ek het dit 'n magnifieke roman gevind. En toe het ek vir Klaus 'n briefje geskrywe, en gesê, hy moet hom hier stuur aan die resensentie, wat hy sekerlik in afval nie sou doen nie. En hy het nooit geantwoord nie. En daardie tyd was hy besig met juist met die vervulling van De Leeuw van Vlaanderen. So hy was baie besig met die film, en ek het nie, was nie verbaas dat hy nie geantwoord het nie. Jare later ontmoet ek vir Mark Skavers, Klaus' biograaf, en ek vertel vir hom die story, en jou waarlik waar, toe ek terug is in Suid-Afrika, kry ek per e-pos een skandering van my briefie wat hy opgespoor het in Klaus' archief. Ja, so Klaus het die brief gekry, waarskynlik gelees, maar te besig met De Leeuw van Vlaanderen. Ja, ja. Saskia, mag ik even vragen wat voor jou precies de aantrekkingskracht is van Het verdriet van België, waarom je de roman misschien tot vandaag nog af en toe eens weer ter hand neemt? Ja, dat is zo'n, laten we zeggen, een oerboek geworden voor mij of iets. Inderdaad, de referentie. En Daniel vertelde net over dat er wordt van Het verdriet van België gezegd. Ik denk dat het wel klopt. Het is een heel gulzig boek, dus er is heel veel. Qua omvang, qua taal, qua registers, zit daar heel veel in. En ook heel typerend, denk ik, voor Klaus heeft hij een tijdje het verhaal de wereld ingestuurd dat er nog een... Dat hij tussen zijn papieren een hoofdstuk gevonden had dat eigenlijk nog in Het verdriet van België hoorde. Maar hij was het vergeten in te leveren. En dus eigenlijk is Het verdriet van België een soort onvolkomen boek. Of ik denk dat het een grapje van hemzelf was, maar daar zijn wetenschappers zoals jullie misschien wel even zoet mee. Maar om maar te zeggen, dat is voor mij ook de grote aantrekkingskracht. Het is een boek dat zich niet laat temmen. Bijvoorbeeld de Willem Elsvot, totaal... Ook een van de grote iconen in de Vlaamse literatuur is een compleet ander iets. Een zeer spaarzame, zuinige taal. En hier, in het verdriet van België, gaat Klaus gewoon alle registers opentrekken. En wat ik het mooiste daarvan vind, omdat ik zei, ik vond het heel aantrekkelijk, dat hij zo internationaal georiënteerd was, maar ook dat hij hier, en ik denk dat hij daar lang over gedaan heeft, dat hij eigenlijk ook heel lokaal en klein gaat. En echt die klein menselijke toestanden van de West-Vlaamse boeren en die wereld die hij zelf heel goed kende, die hij ook ontvlucht is, want hij heeft daar zich lang tegen afgezet, tegen zijn afkomst. En op een bepaalde leeftijd, en naar het schijnt, ga je daar dan toch toe verhouden. En in Het verdriet van België merk je dat heel erg, dat Louis heel... Ja, vind ik heel grappig, intelligent hoofdpersonage. Ook worstelt natuurlijk met het opgroeien en tegen de context van heel die Tweede Wereldoorlog, die Klaus heel goed gekend heeft. En het mooie vind ik dat hij daar echt alle tegenstellingen toont van hoe mensen ertoe komen om te collaboreren, om stommiteiten te begaan, om weet ik veel te gaan bedriegen of slecht onderdeel te gaan spelen en... Alles zit daarin. Dat is zo een... ik vind het een eindeloos boek. Ja. Saskia, jij werkt ook aan een proefschrift over het verdriet bij de Universiteit van Antwerpen. Wat er onderzoekvragen staan centraal in jouw onderzoek? Dat ga ik even moeten corrigeren. Ik heb daar ooit gewerkt. Maar het opzet was een soort aanzet tot een de autobiografische insteek van Het verdriet van België wat gaan duiden. Omdat er in Het verdriet van België heel veel natuurlijk achtergrond zit en zaken die hij transformeert, hergebruikt. Maar ik heb dat onderzoek niet verder gezet omdat ik...
zelf wilde gaan schrijven. Dat is een van de redenen. Ja, omdat dat dan toch een van de zaken is waarvan ik dacht, ik kan dit niet. Dus ik wil eigenlijk zelf mijn eigen woorden gaan gebruiken. Ik heb van Klaus heel veel geleerd, geplunderd. Ik denk rond mijn 16e of 17e heeft ooit een professor die mijn werk toen las en commentareerde, zei hij van, ah, ik kan zien dat Hugo Klaus echt, dat jij daar heel veel van leent. En nu ga je dat moeten afleggen. Dus, en dat heb ik ook geleerd, denk ik. Dus hem in mij opgenomen en hem dan een beetje ergens in de boekenkast gezet. Dus dat onderzoeksproject heb ik daar ook bij gezet. Saskia, die boeken waarmee je je intrede hebt gemaakt in de Nederlandstalige literatuur, Vrije Val, Jeuk, zijn dat boeken die nog heel duidelijk onder die invloed stonden van Klaus? Of is dat al werk waar je helemaal hebt kunnen losschrijven van een van jouw bewonderde, inspirerende literaire modellen? Nee, ik denk dat zeker Vrijval, dat is mijn debuut. Toen was ik nog helemaal, laten we zeggen, gebrainwashed door Hugo Klaus. Omdat een van de dingen die ik bij hem geweldig bewonder, zijn metaforen. Dus zijn taal die je bijna kan proeven, die je echt... hij is daar zo meesterlijk in, dat ik dat toch wel heel erg heb proberen imiteren, denk ik. En dat merk je ook wel in Vrijval. Het is wel een heel surrealistisch verhaal. Maar ja, kijk, Klaus heeft eigenlijk alle periodes doorlopen. Heeft ook het surrealisme, hij heeft Salvador Dalí nog ontmoet zelfs. Dus hij heeft... voor mij is Klaus zo'n figuur die eigenlijk een heel universum voor zichzelf heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat is het soort kunstenaars waar ik heel veel bewondering voor heb. Ja. Vervolgens is het dan de vraag natuurlijk hoe je zo'n universum, ook zo'n groteske wereld tegelijk, die Klaus ontwerpt in taal en in een aantal taalregisters, vertaalt in het Engels of het Afrikaans. Daniel, hoe ben jij omgegaan met die zintuigelijkheid van Klaus' taal, dat ritme en die wisselingen tussen die ritmes en tonaliteit die je in het werk, in de taal van Klaus aantreft? Ik heb het maar net verteld wat daar staan. Ja, kijk, Afrikaans heeft natuurlijk een veel kleiner woordenschat als Klaus se woordenschat. Ik denk Klaus, die man alleen, het een grotere woordenschat als die totale Afrikaanse woordenschat. Omdat hij van standaardtaal gebruik maakt van dialecten, van Franse ontlenings, Duits, Engels, en dan nog die geweldige verwijzings, die interteksten naar die Vlaamstalige literatuur, Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen. Vooral dan een Guido Gezelle, Teerlinck, noem maar al die namen van die beroemdes op. En dit maakt het natuurlijk baie moeilijk. Mens moet niet proberen om een kunstmatige taal te skep om Klaus te evenaren. Mens moet maar gebruik dit wat jy ter beskikking het, dit wat voorkom in die Afrikaanse woordeboeke, dit wat jy self ken. So, die mens vertaal se getrou is moontlik, jy kan nie alles weergee nie, dit kan nooit so ryk wees as die oorspronklike nie, maar wat jy op die een plek verloor, kan jy altyd compenseer op 'n ander plek. Dit is altyd 'n spel van verlies en compensatie. Nu, behalve vertalen, of vertalen is meer dan omzetten in een andere taal. In Klaus' werk gaat het over bepaalde politieke, historische, culturele en andere referentiekaders. In hoeverre denk jij dat een hedendaags Zuid-Afrikaans publiek, een Afrikaans sprekend publiek, voeling zal hebben ook met de wereld die Klaus ontwerpt en ook de satire en de ironie, het groteske element die deel uitmaken van dat universum, zoals Saskia vermeldde? Kijk, een mens, ernstige literaire lezer en andere lezers, lees gewoonlijk daarom om hulle wereld te verbreed, om meer te weten te komen van dit wat hulle niet weet. So in daardie opzicht, denk ik niet, zal het een probleem skep voor mensen dat niet zoveel weet van die Tweede Wereldoorlog
in België. Nie? Maar dit is juist waarom hulle die boek lees, om meer te weten te komen. Wat die ironie en die satire betreft, is natuurlijk een ander zaak. Dit is moeilijker om te begrijpen. Bijvoorbeeld als die Vlaamse nationalisten dat daarop aandringen om zuiver Vlaams te praten, schoon Vlaams te praten, dan zoveel Gallicismes gebruik, zoveel Franse uitdrukkings gebruik, en zelfs Franse woorden, is dit ironisch en satirisch aangewend door Klaus. En ik weet niet of die Afrikaanse lezer dit zal begrijpen, nie, as hulle nie weet precies van die hele culturele historische achtergrond van die strijd tussen Nederlands en Frans in België. Maar ik kan nou niet gaan verklarende aantekeningen daar oor skryf, nie, dit is niet mijn taak, nie, dit is hopelijk die recensenten sal dit uitwijs. Ik moet zeggen dat die Engelse vertaler, wat eigenlijk oorspronkelijk een Duitser was, Arnold J. Pomerans, het wel verklarende aantekeningen geskryf bij zijn vertaling van Klaus. Hij heeft zelfs in zijn voorwoord gezegd dat Klaus het om toestemming gegeven om hier en daar dingen weg te laten wat onvertaalbaar is. En dat gaat dan juist over culturele en historische verwijzingen, denk ik, maar ook natuurlijk literaire verwijzingen, allerlei interteksten. Dan kan ik net een ogenblik praten over die Engelse Absoluut. Vertaler. Heb je die ook gebruikt, die vertaling door Pomerans trouwens? Ik heb het zo'n de helft van mijn vertaling heb ik gezegd, ik zal hulp nodig moeten krijgen, ik zal met hulp krijgen. En Pomerans heeft een baie goede vertaling gedaan. Al reeds in 1991 heeft het in Brittannië verschijnen en in 2002 in Amerika. En hij is geboren in 1920 in Duitsland. In 1936 heeft zijn familie gevlucht voor die nazi's uit, want hulle is van Joodse afkomst naar Zuid-Afrika. En die Engelse vertaler van Klaus het dus in Zuid-Afrika gewoond van 1936 tot in 1948. Toe hy hier pad gegeet, toe die nationalisten in 1948 aan de wind gekom het in Zuid-Afrika en hy het vir die rest van sy lewe in Engeland gewoond. Hy het vertaal uit verskeie Europese tale, nie net uit Nederlands nie, en hy het meer as 200 boeken vertaal. Hij was een ongelooflijke productieve verteller. Hij daarom ook opgaat van zijn vrouw, moet ik zeggen. Maar goed, hij heeft mij op een hele paar plekken uit die moeilijkheid gered, moet ik zeggen. Want daar is werkelijk duister dingen wat ik denk zelfs de meeste Nederlandstalige lezers ook niet zal begrijpen. Maar ik het minder weggelaten zijn. Dit moet ik daarom zeggen tot mijn eigen eer. Ik kon meer dingen vertaald krijgen als wat hij vertaald. Daniel, ek het gewonder of daar nog tekste van Klaus in Afrikaans vertaal is. Daar is een tekst vertaal, namelijk In Bruitende Morgen, is vertaal in Afrikaans door Jan Rabie, maar dat is nooit gepubliceerd. Nee. Het is wel opgevoerd, nogal een hele paar keer in Zuid-Afrika. Yves Tune heeft een hele artikel geschreven over de geschiedenis van die opvoering van In Bruitende Morgen in Zuid-Afrika, vooral onder spelleiding van Tone Brulin, die Vlaamse regisseur, wat een tijd lang in Zuid-Afrika was. En in 1990 was Klaus ook in Stellenbosch geweest. Daar was zo'n Vlaamse week, wat door die universiteit gereel is. En toen die studenten van Stellenbosch het drama-departement weer Jan Rabie's vertaling van De Bruid in die Moore opgevoerd. En Klaus was daar, hij heeft het gezien. En ik denk dat hij was bij beïndrukt. Ja, het is opmerkelijk dat een zachte vernieling van Klaus niet in het Afrikaans vertaald is, omdat dat het meeste Zuid-Afrikaans gerelateerde boek is in het oeuvre van Klaus, waarin onder andere de figuur van Jan Rabie opduikt. Ja, inderdaad, want hulle was samen in Parijs in die vroege 50er jaren geweest met die Cobra groep. Jan Rabie daar gewoon. Hij het samen gewoond met die beeldende kunstenares Marjorie Wallace, dat is later getrouwd en het weer teruggekomen naar Zuid-Afrika. Maar ja, en dan ook die dramaturg Bart Smit was een tijd lang daar in Parijs. Margie Wallace, Jan Rabie, Bart Smit is karakters in zachte vernieling. En ik heb de onderhoud gevoerd met Klaus, dus die eerste en die laatste keer dat ik hem ontmoet heb. Dat was in 1990 in Stellenbosch. Ik was de enigste journalist dat met hem onderhoud gevoerd heb, want Stellenbosch doen dingen in die geheim. Toen het hy my vertel van Jan Rabie, en ek sê, Jan Rabie het daar in Parijs
met vurige oë het hy uitgeroep, ek is 'n boer. Jan was altyd 'n baie loyale Afrikaner gewees. Ja. Saskia, jij hebt misschien ook wel, omdat je het verdriet van België zo belangrijk acht, een van de toetsstenen misschien wel in jouw prille schrijverschap, heb jij het boek in vertaling ook gelezen? En dan gekeken misschien wel naar hoe vertalers met dat universum, met die rijke taal van Klaus zijn omgesprongen? Dat is een oefening die ik reserveer voor als ik 80 plus ben. Lijkt me heel interessant, omdat ik sowieso, Daniel, eigenlijk vertalers een beetje gekken vind. Omdat het, met alle respect, omdat het zo'n ik vind schrijven op zich al redelijk onmogelijk. Vertalen doet daar nog iets bovenop. Dus ja, veel respect daarvoor. Maar ik zie niet hoe je dat kan doen. En ook bijvoorbeeld in het verdriet van België zitten daar veel lagen die voor mij misschien ongeveer niet te vertalen zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de befaamde scène waarin de kleine Louis, of de opgroeiende Louis dan, door zijn tante Nora, denk ik, ingewijd wordt in de liefde. En dat is een heel spel met de taal van Guido Gezelle, de grote West-Vlaamse dichter. Speelt daar een heel grote rol in. En ook, als je dat niet weet, maar natuurlijk zal je dat wel weten, maar hoe breng je zoiets over in het Zuid-Afrikaans, vraag ik mij dan af. Of in het Engels, of in welke taal je het vertaalt. Ja, omdat die musicaliteit, dat is een vraag misschien. Ja, het is een heel interessante vraag die we meteen aan Daniel moeten voorleggen. Hoe ben jij met dat rinkelende, kwinkelende waterdingske met het roze kabotsken aan omgegaan in jouw vertaling? Ek is nie meer helemaal seker nie, ek sal dit naslaan en ek gaan dit nie nou dadelik vind nie, maar gelukkig vir mense wat Afrikaans en Nederlands gestudeer het in Suid-Afrika, is daar die baie bekende gedig. So die gedig sal vir die literêre leser, die akademies opgeleide literêre leser wel bekend wees. Ek weet nie precies wat ek daarmee gedoen het nie, ek kan ook nie onthou wat Pomerans daarmee gedoen het nie, maar dit miskien kan ek later een artikel daarover skryf, want dit is wel baie ingewikkeld. Maar dit moet werk, want dit is een kern toneel natuurlijk in die boek. So jy kan dit weglaat, ek denk ook daarom die Pomerans het weggelaat. Ja. Saskia, nog eventjes terug naar jou. Als schrijfster, bemoei jij je soms met vertaalkwesties, vertalers die soms niet goed raad weten met een bepaalde passage of een wending of een metafoor. Ben je dan het soort schrijver dat zich wel mengt in de discussie of toch wel controle wil behouden? Het is een heel dubbel iets om je werk vertaald te zien. Dat is fantastisch. Vraagt ook om veel vertrouwen natuurlijk. Bij mij groeit mijn wantrouwen als ik van een vertaler geen enkele vraag krijg. Omdat ik dan denk, is het dus allemaal duidelijk? Is het zo helder? Geloof ik eigenlijk niet. Dus ik krijg graag vragen. Er zijn een aantal vragen die minder fijn zijn om te krijgen. En dat zijn de vragen waarbij je betrapt wordt als schrijver. Op een soort feitelijke fout kan het zijn. Een zin die eigenlijk een beetje kreupel is, waar het niet helemaal goed zit. Maar dus voor mij heeft de vertaler dan ook bijna een corrigerende functie, of een soort van, je werk wordt helemaal doorgelicht. Het is echt een soort van röntgenfoto van je eigen werk. Dus dat is, kan confronterend zijn en ook verrijkend. Ja. Daniel, ging jy saam met die skrywer te werk of met jou ander vertalings? Bijvoorbeeld nou met Nahum Wynberg se vertalings wat jy gedoen het. Skryf jy partykeer vir hom? Ja, nie altyd nie, nie met alle lewende skrywers nie, beslis nie met die dooies nie, maar met Nahum Wynberg het ek inderdaad nogal uitgebreide
e-postwisseling gehad, dat ik alles netjes uitgedrukt heb, want je vraagt vandaag om wat je denkt een eenvoudige vraag is, en dan geef je een hele verhandeling, uit die inzending van wat precies een woord betekent. En ik denk dat het zelf interessant is voor het Nederlandse om dit later te lezen. Want zijn gedicht is inderdaad bijzonder, wat is die woord, cryptisch, hermetisch, surrealistisch. Dit is uit het eigen soort logica wat hij valt. Hij skep een eigen universum. En het is niet altijd makkelijk om dit in Afrikaans voor te dragen. Nie. Het is nie, in eerste plek niet altijd makkelijk om te begrijpen wat hij bedoelt. En wat ik vertel heb, was zijn bundel liedjes. Wat hij van bij mijn woorden gebruikt maakt, maar die maximum gezegd krijgt met die mijn woorden. Het maakt het zonder moeilijk en ik is ook zonder dankbaar dat hij voor mij zulke uitvoerige uiteenzettings gegeven. Ja, die hulp heb je natuurlijk van Klaus postuum niet gekregen. Als je die 50 en zoveel titels overschouwt die je uit het Nederlands hebt vertaald in het Afrikaans, van Adriaan van Dis en Gerrit Komrij tot Herman de Koning en zoveel anderen, Dimitri Verhulst onder andere, was dit de meest uitdagende vertaling, behalve de omvang, vooral de taal, was dit voor de vertaler toch het meest uitdagende van alles wat je tot nog toe hebt gedaan in die vele jaren? Ja, ik denk zo. Kijk, elke boek heeft een bijzondere uitdaging. Het is niet altijd dezelfde soort uitdaging. Nee, bijvoorbeeld bij Tom Lanois' Sprakeloos was die lange zinnen nogal uitdaging, want in Afrikaans wordt daar niet normaalweg zulke lange zinnen gemaakt. Nee. Afrikaans is bijna nader aan Engels met kort zinnen en dat is dan ook een van die groot zware wat die goed Klaus gaat het in zijn Engelse vertaler, is dat hij lang zinnen verkap, opkap in korte zinnen. En daarmee loopt de zin zijn ritme verstuur. Maar het probleem is dat het is niet moeilijk om in Engels zulke lang zinnen te maken als wat je in Nederlands of in Duits kan maken. Nee, ook niet in Afrikaans. Ja, ja. Misschien is het goed dat wij even de taal van Klaus laten horen. Ik heb beide sprekers gevraagd of zij een passage uit het Verdriet van België willen selecteren. En Saskia was zo goed om een fragment te kiezen. En vervolgens kan Daniel dan de Afrikaanse vertaling lezen van dat fragment. Saskia? Ik heb een stuk gekozen uit het begin. Het is niet dat dit de enige blad. Ik had eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik het boek gewoon opengeslagen en die bladzijde gekozen. En het zat meteen goed. Het is stuk 7, het begin van het hoofdstuk De Miezers. En de Miezers zijn voor de jonge Louis dan een soort mythische wezens. Want in het begin zit hij nog helemaal in een magische wereld. Hij zit op bij de nonnen, zusters op school, op internaat. En heeft een paar vrienden en die trekken samen op. En hier lopen ze gewoon door de Vlaamse wei en ze komen een koe tegen. En dit vind ik een heel mooi voorbeeld van de manier waarop die jonge Louis naar de wereld kijkt en hoe hij dat in taal omzet. Het was van de Nabele die de koe aanwees. Van de Nabele vermenigvuldigt de hele dag. Sedert hij het geleerd heeft, doet hij niet anders. In de rand van boeken, op vieze blaadjes papier, in het vaagste schijnsel 's morgens vroeg, onder de lantaarn van de speelplaats, waar men soms witte konijnenkeutels van kopjes papier vindt, die als men ze lospelt, van de Nabele's vermenigvuldigingen openbaar. Als van de Nabele bezig is en je vraagt hem iets, dan snauwt hij je af. Verbeten bezig met de grijspotlodige, meteen smoezelige, ongave cijfers en kruisjes en streepjes. Hij vermenigvuldigt een aantal aardappels met een aantal schoenveters. Tijdens de wandelingen probeert hij van alles in zijn hoofd te vermenigvuldigen, maar dat lukt niet. Kijk, zei van de Nabele, daar, die koe. Wat is ervan? Zie je ze niet, die ene koe? Louis zag het meteen. Het was de dode koe, Marie. Niet echt natuurlijk, maar tussen de bruin-rode gevaarten in de wei, een witte koe die Bakeland slordig met zwarte verf beschilderd had ten teken van rouw, om hem te herinneren aan de dode Marie. Zeef raar, zot.
waarom heeft hij ze dan niet helemaal zwart geverfd? Hij had geen verf meer, zei Louis. Zij gierde, de hottentotten die zich voor apostelen uitgaven. Louis lachte mee. Nee, zei hij toen, dat was een grap. De reden is dat het een dubbele rouw is. Een Vlaamse in het zwart en een Chinese waar de kleur van de rouw wit is. Dat vonden ze te onnozel. Ze lachten niet. Het is een Hollandse koe en dat is al, zei Bittebier. De koe kwam naar Louis toe. Misers. Ik heb die woord misers behou voor die mythische wezens. En ik denk in Engels is het vertaal is de mislers. Dit is van den abele wat die koei uitwijst. Hij vermenigvuldigt die hele dag. Sedert hij dit geleerd het, doen hij niks anders nie. In die kantlijn van boeken, op vuil papiertjes, in die vroege ochtendlicht, onder die lamplicht, op die speelterrein, waar een mens soms wit konijnkutteltjes van papier kry, wat, as jy dit oopskil, van den abele se maalsomme openbaar. As jy bezig is, en jy vra om iets, dan jak hy jou af. Verbeter bezig met die slordige cijfers en kruisjes en streepjes en grijs potlood wat dadelijk vuil smeert. Hij vermenigvuldig een aantal aardappels met een aantal schoenveters. Wanneer onze eind gaan loop, probeer hij van alles en nog wat uit zijn kop vermenigvuldig, maar hij krijgt het niet recht mee. Kijk, zei van den Abele, daar, die koei. Wat daarvan? Zien jullie het niet, daar die koei? Louis sien het dadelijk. Dit is die dooie koei Marie. Nie rechtig nie, natuurlijk, maar tussen die bruin-rooie gepaardes en die weiveld staan een wit koei wat Bakeland slordig zwart geverfd het as een teken van rouw, om hem te herinner aan die dooie Marie, die hier woont. Hoekom het hy haar dan nie heeltemal zwart geverfd? Sy verf het opgeraak, antwoord Louis. Hulle kraai van die lach, die hottentotte, wat hulle vir apostels uitgeef. Louis lag saam. Nee, sê hy dan, dit was een grap. Die rede is dat dit een dubbele rouw is. Een Vlaamse een in zwart en een Chinese een. In China is die kleur van rouw mos wit. Hulle dink dit simpel, hulle lag nie. Dit is een Hollandse koei en dit is al, sê Bytebier. Die koei kom na Louis aangeloop. Baie dankie. Ek moet dan net gou iets hier verduidelik, as ek mag. Die woord hottentotte is wat, ja, laat ek eers sê, Louis en sy vriende het so'n soort bende gestig. In Suid-Afrika is het bekend staan as 'n bende, wat hulle self die apostels noem. En allemaal wat nie deel van hulle groep is nie, is die hottentotte. Hulle is die ongeleerdes en die dommes en die naïves en die onskuldiges. En ek het lang gewonder oor die woord hottentotte, want dit is natuurlijk een skelpwoord in Suid-Afrika. Ras pejoratief. En toe het ek gedink, maar waarmee sal jy dit nou kan vervang? As jy dit maak iets soos barbare, is het nog erger. As mense uitvind, dit was oorspronkelijk hottentotte. So, ek het dit behou, want om politisch correct te wees, in een boek, wat uit 1983 dateer, wat handel oor gebeure van 40 jaar vroeger, en dit was nou vir ons 80 jaar gelede, om daar politisch correct te probeer wees, is natuurlijk totale ons. Vooral as dit afspeel in België. Ja, behalve bepaalde woorden die in een andere culturele setting andere, soms pejoratieve betekenissen hebben, valt mij in jouw vertaling op, en dat is misschien eigen aan het Afrikaans ten opzichte van het Nederlands, dat de woordvolgorde ook wordt gewijzigd, zodat jij vanzelf een ander ritme, een andere musicaliteit krijgt in de taal waarin de oorspronkelijke tekst dan circuleert of functioneert. Ja, dit is de woordvolgorde. Ik moest ook soms zinnen verkap. Een langsin, twee of drie sinne maak, omdat het in Afrikaans anders is onleesbaar, so wat ek het doe, hier is een van die sinne, langer sinne, wat twee verdeel is hier, het ek nou gehoor.
En Klaus heeft geweldig aansluit genomen. Dat het gebeurde in de Engelse vertaling, maar ik denk niet Klaus heeft genoeg krediet gegeven voor die problemen. Nou, voor die problemen van die vertaling. Hoewel hij zelf gezegd, hij heeft een brief geschreven aan zijn uitgever destijds, toen hij die Engelse vertaling in manuscriptvorm onder oog gehad het. Het was zijn redacteur bij die bezig bij. En hij heeft wel zelf gezegd, het is een ons moeilijke opdracht. En zijn groot bezwaar was niet dat die zinsvorm gestuurd wordt, maar dat de zinsvolgorde gestuurd is. En dat die vertaler helemaal te veel verklaart. Nou, daarom moet Klaus dan ook zijn buitenlandse wezens een beetje tegemoet komen via die vertaler. Want daar moet veel verklaard worden. Ik vind dat ik dikwijls verklarend vertaal. Anders zou die arme Afrikaanse lezer totaal moedeloos geworden en ophou lees. En dit wil ons toch niet heen. Ja, dus je bent tegemoet gekomen ook aan het Afrikaanse lezerspubliek dat binnenkort die verdriet van België zal ontdekken. Ja, ik hoop zo. Daarom nog al twee recensies verschijnen. En die boek is inderdaad beschikbaar in boekwinkels. En boekwinkels is ook alweer toegankelijk in die tijd. So. Ja. Ja. Saskia, kan jij eens iets zeggen over jouw kennis van het Afrikaans? Denk je dat zodra je de Zuid-Afrikaanse uitgave in handen krijgt, dat je toch wel eens zal grasduinen om te kijken hoe Daniel met de oorspronkelijke tekst is omgesprongen? Ja, natuurlijk ga ik dat doen. Hè. Om te beginnen ga ik op zoek naar toch de scène van Tante Nora en Louis, om te zien wat daarmee gebeurd is. Ja, omdat ik... Ja, Afrikaans, nee, ik versta Daniel nu, maar ik kan... Vroeger, mijn ouders zijn West-Vlaams bijvoorbeeld, was voor mij als kind ook een totaal andere taal, maar ik kon ze wel verstaan, nooit zelf spreken. Het Afrikaans versta ik ook. Ik zal het nooit spreken, maar ik ga het verdriet van België, of die verdriet van België, zeker bekijken. En ik vind hier net nog een heel leuke afbeelding in mijn exemplaar van het verdriet van België van de grootmeester. Ah ja, ja, ja. Lachen. Een van die fantastische foto's van Klaus. Zoals ik hier ook die foto heb van Klaus in Gent, toen hij woonde aan de Predikherenlei in het centrum van de stad. En dit is een foto die ik al vele jaren in mijn kantoor heb ophangen van Klaus. Hier zitten we natuurlijk allemaal met een Klaus-fans rond de tafel, de virtuele tafel natuurlijk. Daniel, is jouw plan om na het verdriet van België, dat huzarenstuk, ook nog een andere titel van Klaus, misschien wel poëzie van Klaus, te vertalen in het Afrikaans? Dat hangt alles af van Nicol Stassen. Ik zou het graag doen. Klaus' poëzie is natuurlijk nog moeilijker vertaalbaar als zijn proza, als ik dat vrees. Maar in beginsel kan ik enig iets vertalen. Zo, Nicol, moet niet huiveren. We zullen hem in elk geval een voorstel formuleren. En ik denk dat Literatuur Vlaanderen ook wel belang zal stellen om eens te kijken hoe die poëzie van Klaus bijvoorbeeld in het Afrikaans een publiek weet te bereiken. In zoverre ik weet is van Klaus poëzie, en dat is toch een omvangrijk oeuvre, niets in het Afrikaans vertaald, zelfs niet in een bloemlezing? Nee, helemaal niks. Helemaal niks, ja. Dus daar is voor Literatuur Vlaanderen ook weer een mooie uitdaging om zoiets te ondersteunen. Alwijn, had jij nog een vraag voor een van de twee sprekers? Ik denk omtrent, dit is ongeveer die vrouw wat ik heet. Ja. Ja. Ja, Saskia, mag ik jou nog een vraag stellen? Jij was vorig jaar in Bloemfontein. Je was de gast tijdens het Vrijstaatse Kunstenfeest. We hebben elkaar daar ook ontmoet. Het was lang geleden dat we elkaar hadden ontmoet, maar het gebeurde dus in Bloemfontein. Heb jij daar Zuid-Afrikaanse schrijvers, boeken mogen ontdekken die jou zijn bijgebleven of die jij nu volgt of ondertussen gelezen hebt? Dat is een goede vraag en ik kan natuurlijk niet meteen met titels en namen komen. Maar zeker de gesprekken daar zijn mij enorm bijgebleven. Het was een festival waar ik vond echt heel boeiende sofagesprekken plaatsgevonden hebben. En
Er waren gasten uit veel continenten. Canada en nog een aantal. Dus ik kan nu niet meteen met een naam komen. Maar... Ja, maar bijvoorbeeld het werk van Anki Krog of Breiten-Breitenbach, dat zijn natuurlijk twee bijzonder bekende schrijvers van wereldformaat. Van hen heb je vast wel iets gelezen. Nee, absoluut. En daar is mij... En het is door echt ter plaatse met mensen ook te spreken dat je ziet wat de impact van het werk is. Want Anki Krog is hier ook heel groot. Maar dan zie je dat ze echt ook op handen gedragen wordt. En dat daar echt... hoe literatuur leeft, vind ik ook altijd het mooiste om te gaan zien ter plaatse. En dat is natuurlijk denk ik ook een betrachting van zo'n gigantische vertaling om daar toch iets van... de Vlaamse context ook te brengen naar Zuid-Afrika. Of het mooie van zo'n uitwisseling. Ja, denk je dat Die Verdriet van België, de Zuid-Afrikaanse uitgave, zal aanslaan? Want je hebt als lezer natuurlijk wel een aantal referentiekaders nodig om het verhaal helemaal te kunnen vatten ook. Hoe schat jij dat in? Als ik nu, maar dat ben ik absoluut niet, als ik het boek zou moeten promoten, zou ik denken, wat ik zelf heel interessant vind en waar ik Daniel ook nog veel vragen over zou willen stellen, is over het hele identiteitspolitiek denken dat nu heel actueel is en hoe dat in het Verdriet van België zit, hè, waarbij je ziet dat er alle schakeringen zijn van mensen die in de oorlog dan, maar die een bepaalde identiteit aannemen, die daar helemaal voor gaan, of die naar het oostfront trekken, of die net in het verzet zitten. Of die... Dus er zitten heel veel schakeringen van identiteiten in. Dat vind ik eigenlijk op een onrechtstreekse manier iets enorm hedendaags. Dus het speelt zich af in natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, hè, die ons allemaal getekend heeft, maar ik vind dat een iets heel hedendaags, misschien wat onverwacht, maar dat aspect zit daar voor mij dan heel erg in, ook tot wat een zuiverheidsdenken, als je dat helemaal doorvoert, tot wat het kan leiden. Ja, zie jij dat ook zo, Daniel? Want het gaat natuurlijk over die Vlaams-nationalistische beweging, de Tweede Wereldoorlog, de collaboratie en ook de repressie na de Tweede Wereldoorlog. En vooral ook die rechtse fracties, dat complex ideologisch weefsel van het Vlaams nationalisme. Zie je daar ook wel bepaalde parallellen met bijvoorbeeld de apartheidsperiode en de Nationale Partij in Zuid-Afrika? Wel, ik denk die parallel is meer met die heden van in Zuid-Afrika, met die positie van Afrikaans huidiglijk. Ja, ik mag het woord huidiglijk blijkbaar niet gebruiken. Die positie van Afrikaans huidig in Zuid-Afrika, nadat het gelijk het als Afrikaans, zal ik zeggen, die taalstrijd gewen het in Engels, tijdens de apartheidstijd, het Afrikaans nou dramatisch, is hy dramatisch bezig om sy funksies te verloor. So, dit gaan dus nou, ons is beleefde tyd van taal onderdrukking, kan ek het seker maar noem, soos wat daar in België bestaan het, tot wanneer die Vlaamse beweging eindelijk sy oorwinning behaal, in die 60er jare of so. Ons het nou weer een parallel met wat in die boek beskryf wat vooral wat betref die taalkwestie. Ja, ja. Ja. Ja, dus je ziet inderdaad wel parallel. Ik merk dat het uur bijna verstreken is. Het is tijd om... af te ronden. We zouden nog urenlang kunnen doorgaan en ik hoop dat er ooit een gelegenheid komt om dat te doen, zowel in België als in Zuid-Afrika en met dezelfde sprekers heel graag. Ik wil Daniel Hugo en Saskia de Koster van harte danken voor hun tijd, voor het fijne gesprek. Ik wil natuurlijk ook Alwijn Roeg danken, de co-presentator, mijn goede collega van Unisa. Het is altijd fijn om samen te werken. En natuurlijk ook Geraldine Rijmenans, die als
afgevaardigde van de Vlaamse regering in Zuidelijk Afrika dit initiatief heeft mogelijk gemaakt. En tot slot natuurlijk voor de technische ondersteuning Hear My Voice. Ze hebben dit fantastisch gedaan en we zijn bijzonder blij dat we met Hear My Voice hebben kunnen samenwerken om deze digitale boekpresentatie, zelfs intercontinentale boekpresentatie, mogelijk te maken. Ook nog eens dank aan Literatuur Vlaanderen, Patrick Peters, en natuurlijk ook Nikkel Stassen, de uitgever van Protea Boekhuis, de uitgever van Die Verdriet van België. Hartelijk dank voor jullie aandacht en koop vooral het boek. Het is beschikbaar in de Zuid-Afrikaanse boekwinkel. Onder andere via de website van Protea Boekhuis kan het boek worden aangeschaft. U ziet hier nog de Zuid-Afrikaanse uitgave. En dit is de druk van 1983 die ook Saskia heeft. En dat is ook nog... We hebben allemaal de Nederlandse en de Zuid-Afrikaanse versie. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer. Tot ziens. Dag.